Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe video op mijn kanaal Rupke YouTube. Mijn naam is Robin en welkom bij de Unreal Engine 5 Matrix Awakens van de nieuwe film die aanstaande donderdag 23 december in de bioscopen verschijnt. En welkom in deze mooie, mooie wereld. Voordat ik jullie een beetje een rondleiding geef in deze mooie nieuwe wereld, aangezien dit een demo versie is van Unreal Engine 5, wil ik jullie even vragen om mijn blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer hier beneden en check zeker eerst even de intro van deze game. Veel plezier met kijken! I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that, why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here, that it was important for me to ask people, how do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered, what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Theoretical mumbo jumbo, but they needed some sexy action. Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. I was told this is a sim preparing me to fight the system. Right on. You know about this? Yeah. It's all supposed to be a little unreal. Word of advice. Agents are bad, but whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. So, what now? Haven't you ever watched a movie before? Shoot the tires. Say no more. Keep them off us. You drive. I'll shoot. Thank you.
about the big gun? Thought you'd never ask. You boys are gonna get a kick out of this. Nou jongens, hoe vet was dat? Hoe vet zag dat eruit? Nou, welkom dus in deze mooie demo van The Matrix, die aanstaande zondag 23 december in de bioscopen verschijnt. Na heel wat jaartjes komt er weer een Matrix film in de bioscoop, wat eigenlijk best wel super vet is, want het is toch wel aardig wat jaartjes geleden. Nou, welkom in deze mooie wereld, wat er overigens heel erg vet uitziet. We kunnen niet zo heel veel, we kunnen vliegen, dus dat kunnen we doen. Dus we kunnen... We kunnen even een beetje rond gaan kijken hoe deze stad eruit ziet. We kunnen auto rijden, we kunnen lopen. En dat was het eigenlijk wel een beetje, om eerlijk te zijn. Dus ik laat jullie even zien hoe deze mooie wereld eruit ziet. Als jullie weten wel in welke stad dit zich afspeelt, dan laat het zeker even weten in de comments. En dan gaan we weer back into Earth. En dan gaan we eens even een autootje pakken. En we kunnen ook rennen natuurlijk. Maar check nou hoe mooi dat uitziet. Kijk hier, al die mensen, ze zien allemaal anders uit. Oeh, kijk maar. Oeh, oké, ik loop wel door. Oké, ik zie hier een ramp, dus dan moet ik even een autootje regelen. Dat is wel cool. Een snelle bolide gaan we pakken en dan gaan we eens even kijken of wij wat we allemaal kunnen hier. Nou, niet zo heel veel volgens mij, behalve een beetje rijden. Aangezien het een demo versie is, kunnen we alleen een beetje rijden. En zie ik daar een ramp waar we even willen... test natuurlijk in deze mooie Porsche. Waar ik er meteen in ga rammen hier. Oh, wat het geluid is hier zo. Oh. Ja, bekeer jij je auto daar maar, jongens. En dan gaan we even... Oh nee, het is rood. Waarom is het nou rood? Ik wil die ramp hebben, maar er zitten allemaal auto's. Ah, misschien kunnen we het ontwijken, jongens. We gaan het proberen. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar we gaan het zien. Nope. Oké, ja, we gaan wel een beetje langs erover en we vliegen. Nou, dat was niet heel erg vet meer. Bruh. Nou, we kunnen in ieder geval een flink gas geven hier. We kunnen mensen ondersteboven rijden, maar die glitchen dan meteen. We gaan eens even kijken hoe hard we kunnen crashen op deze auto's hier. Voor ons, recht voor ons. Oh, dikke vrachtwagen en... Oh my god. Check hoe realistisch dit uitziet hier, jongens. Kom ik hier nog uit? Ja. Mijn hele auto is daar een galamize. Nou jongens, hey. Deze game is trouwens alleen maar beschikbaar voor de PlayStation 5. Dus laten we even deze grote pick-up truck pakken. En dan gaan we nog even toeren. Ja, je kan eigenlijk niet zo heel veel. Je kan een beetje kijken hoe het allemaal uitziet. Hoe de Unreal Engine 5 zijn of haar best doet. En je kan verder, volgens mij kan je nog allemaal iets aanpassen. Je kan iets in het menu aanpassen. Kijk, maar dit kan je allemaal aanpassen. Kijk, Omega City. Dit is de city. Dit is de look kan je kijken. We kunnen... Oh, kijk. We kunnen zorgen dat het minder druk wordt. Laten we dat even regelen hier. Het is toch wel een beetje een zondagmorgen.
Kijk, daar hebben we een beetje ruimte. Maar China, hoe vet het uitziet dan, jongens. Ai. Nou, dat was het eigenlijk. We kunnen alleen een beetje rijden. En we kunnen gas geven. En hopen dat we niet crashen. Nou ja, hè, jongens. Maar overigens, deze game kan je gewoon even gratis downloaden. Mocht je een PlayStation 5 hebben. Dus doe dit zeker even. En speel het gewoon even. Nou, het is gewoon leuk. Wanneer die uitkomt, ik heb geen idee. Maar het is gewoon even, het ziet er wel vet uit, toch? En je kan ook crashen, jongen. Kijk hier, kijk hoe stevig deze auto is. Ja, het ziet er wel mooi uit. Mooi is dat. Kunnen hier wel tussendoor. Oh ja, dat gaat heel goed. Oké, mijn auto is kapot. Mijn auto is hartstikke kapot, jongens. Nou, wat vinden jullie van deze game? Oh, check hoe die uitziet, je voorkant dan. Hey, wat vinden jullie nou van deze game? Speel hem zeker even zelf. Ik wil jullie dit graag even laten zien. Vergeet zeker even niet een blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer hier beneden voor meer van dit soort random video's. En ik zeg, tot de volgende keer maar weer.